40 ontmoet, vooral met alles. Ze gaat offline in het habbo-leven en verdwijnt daarna ook in het echte leven. Een nieuw podcast verschijnt licht over Anja's mysterieuze laatste jaren, waar ze haar complete familiefortuin toevertrouwt aan deze habbo-vriendin. Dat je op een gegeven moment zo onder invloed kan komen te staan van een Belgische mevrouw, dat daar geen ontsnappen meer aan is. En dat is wel echt heel triest. De podcast Het Habbo Mysterie vertelt het raadselachtige verhaal van de 58-jarige Anja van der Zwan. Een kwetsbare en dove vrouw uit Scheveningen, ja, die helemaal opgaat in het online kinderspel Habbo Hotel. Dat was in de beginjaren 2000 echt super populair. En daar heb je een hele soort virtuele wereld heb je met elkaar. En dat was echt haar hobby. Daar leerde zij dus ook een vrouw kennen, een Belgische vrouw. Sterretje 44 heet zij in dat spel. En daaruit is een vriendschap ontstaan. Die vriendschap tussen Anja en Sterretje 44, die in het echt Chantal heet, bloeit behalve online ook op in de echte wereld. Alleen wordt Anja, volgens haar familie, helemaal opgeslokt door Chantal. Op de duur kreeg ik geen contact meer met Anja. Ze kwam steeds minder. En zijn ze met elkaar vakanties gaan vieren, weekendjes weg. Op een gegeven moment was Anja echt geen weekend meer thuis, geen vakantie meer thuis. Spanje, naar Griekenland. En een grote vakantie, een grote reis. Op het laatst vertelde ze ook nog ineens meer waar ze heen ging. Er zijn heel veel vragen over wie betaalde al die reisjes die ze gemaakt hebben. Ze hebben echt in een paar jaar tijd voor meer dan een halve ton uitgegeven. 4 jaar geleden krijgt Anja kanker. Heeft ze nog amper contact met haar familie en is ze nergens meer te bekennen in Scheveningen. De Belgen zeggen dat ze juist Anja hebben gered. Ze hebben Anja gered van een vreselijke situatie thuis. En dat de familie zegt, ja ho ho, jullie hebben haar van ons afgenomen. Inclusief het huis. Anja overlijdt in 2022, wat de Vlamingen niet aan Anja's familie laten weten. Zij zijn boos en verdrietig dat ze hun geliefde Anja en hun ouderlijk huis kwijt zijn. We hebben dit niet kunnen redden. De familie van Anja zegt steeds, we willen antwoorden. Kijk, het liefst hadden ze een zus terug gehad. En interesseert in dat opzicht het huis niet zo erg. Maar toch ook weer wel, want het is wel het familiehuis en het voelt voor hen als een groot onrecht. Ja, we hopen met die podcast ook voor hen wat antwoorden te vinden. Ja, het meest erge aan dit verhaal is natuurlijk wel het feit dat die familie niet op de hoogte is gebracht van de dood van Anja. En dus ook geen afscheid heeft kunnen nemen. Nee, die kwamen er pas veel later achter toen volgens mij de RDW zei van ja, je zus is overleden en er staan wat voertuigen op haar naam. En dat zei, ja, maar wij weten helemaal niet dat ze is overleden. Toen bleek dat ze overleden was aan baarmoederkanker en dat ze affirmeerd was. Want de familie zei maar, ze wilde begraven worden. Ja, en dat blijft natuurlijk de vraag, wat is er nou precies gebeurd die familie wil antwoorden hebben? En dan heb je twee verhalen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Wat is het nou zo dat zij inderdaad in dit virtuele spel, waar ze heel erg actief was, waar ze ook heel veel virtuele, ja, niet echte vrienden, maar die zich daar als virtuele avatars eigenlijk bekend maken. Je leven inkomen. Ja, je ziet, het zat daar heel leven. Het was ook een vrij wel teruggetrokken, rustige vrouw. Ze was doof aan één oor, hoorde 30% aan het andere oor. Ze was wat naïef. Had daar een heel leven. En op een gegeven moment vonden ook die online vrienden het ook wel vreemd dat ze de hele tijd met dat sterretje, hè, dat personage sterretje, dat was 44 zoveel omging. Dus die baalde daar eigenlijk ook wel van dat continu als zij oppopte, dat sterretje 44 er ook was in diezelfde hotel. Die sloeg er online ook alle aandacht op. Alle aandacht sloeg die op. En op een gegeven moment is ze dan ook uit dat spel is ze dan verdwenen en wordt dus ook in de echte wereld die aandacht, hè, haar aandacht opgeslokt door dit sterretje 44, die dan Chantal wordt genoemd. Of is het zo, hè, dat ze dus weg is gehaald bij die familie, of is het zo, zoals dit virtuele personage sterretje 44 zegt, van ja, nee, maar zij wilde niet meer bij die familie zijn, ze wilde juist bevrijd worden van die familie en die hebben wij haar gegeven. Dus ze heeft gewoon een leven kunnen leiden wat ze eigenlijk heel graag wilde. Maar dan is het nog gek dat je de familie natuurlijk niet op de hoogte stelt van de dood. Hè? Ik kan me ook wel voorstellen dat het ook wel rauw op je dak valt als dan inderdaad een persoon lijkt te overlijden, dat dan ook alle bezittingen ineens naar die mensen zijn gaan die jij zelf nog nooit hebt ontmoet. Precies, dat er vlak voor haar overlijden de notaris in beeld is gekomen, dat het familiehuis dat de man van dit sterretje 44 het familiehuis in Scheveningen heeft geërfd en nog bedrag dat op haar bankrekening stond. En dat je denkt, ja, maar wat? Dat noopt natuurlijk wel, dat je denkt, ja, is zij niet gewoon gebruikt? Is dit sterretje 44 niet in het spel gekomen om deze naïeve vrouw in te pannen? Maar kunnen zij daar nog iets aan doen, juridisch gezien? Nee, er zijn juridische procedures geweest, maar dat is gewoon ontzettend lastig. Want de vraag is natuurlijk, heeft ze onder dwang dat testament veranderd? Nou, er is een notaris bij geweest. Ze is zelf dat met deels bekwaam geweest. Nou, dat ziet er voor de familie van best wel heel erg slecht uit. Voor de familie van Anja. Dus ja, deze podcast, die gaat dat langzaam, wordt dat afgepeld. En dan krijg je steeds meer informatie. En denkt echt, wat gaat er continu gebeuren? Dus die is te luisteren en dat is wel een
de moeite waard, denk ik. Ja, de eerste aflevering verschijnt morgen, dinsdag 18 juni dus op AD Podcast. Ja, in een wereld waarin het werkelijke bol staat.